Dan, voorzitter, tot slot. Er is een amendement waar ik op... Ja, even op het vorige punt, de heer De Graaf. Dank voor de toezegging aan de minister over het ondergronds bankieren. Ik zou daar graag inderdaad dat woord hawala bankieren, dat ondergrondse bankieren, ook al shadow banking, dat lijkt al erg op elkaar, zou ik daar graag in meegenomen zien. Dus dat zou ik graag nog toegevoegd willen hebben aan de toezegging van de minister. En dan daarnaast, voorzitter, zou ik graag in willen gaan op het betoog van de minister, omdat ik daar een aantal aspecten in hoor die elkaar tegenspreken. Of cirkelredenering. Ik zal het niet al te breedvoerig doen, maar toch moet dat gezegd en ik heb daar vragen over. De minister die geeft aan dat hij alles wil doen tegen ongewenste beïnvloeding uit het buitenland. Weerbaarheid tegen ongewenste ideeën uit het buitenland. Alle onderliggende gedachten daarbij zijn islamitische invloeden. Want de islamitische ideologie is nou typisch, en dat heb ik gisteren uitgebreid verteld, een exclusieve, dus uitsluitende theorie, een uitsluitende ideologie. Waarbij vooral Joden, christenen, LHBT'ers het moeten ontgelden. Iedereen die niet moslim is of zich niet islamitisch gedraagt. En dat zou ik dan graag meegenomen zien hebben door de minister in zijn inleiding. Waar ook even het interruptiedebatje met mijn collega De Jong over ontstond. Want dat is de allergrootste bron van ongewenste beïnvloeding in Nederland. En daarom moeten we ook de-islamiseren. Kom ik op de beantwoording van de minister schriftelijk en die ging over diversiteit. Ja. Diversiteit is opgedrongen door de overheid 40 jaar lang. Ik heb gevraagd naar de positieve effecten van diversiteit of daar wetenschappelijk bewijs voor bestaat. Ja. En dat bestaat niet. De minister geeft in zijn beantwoording ook weer dat er voor negatieve aspecten ook geen bewijs bestaat. Maar daar bestaat nou juist wel uitvoerig bewijs voor. Pas nog een Deense meta-analyse, maar ook het onderzoek van Robert Putnam uit 2007 in Amerika. De minister. Dus heeft de minister nou nepnieuws gecreëerd gisteren of is hij bereid om zijn beantwoording aan te passen en dat nu te doen? De minister. Voorzitter, ik begin met het tweede punt, met een gelaagd antwoord. Diversiteit, was ook mijn schriftelijke reactie, is een fact of life. Nederland is een divers land. Er is sprake van diversiteit. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar onderdelen daarvan. Bijvoorbeeld diversiteit in de raden van bestuur. Wat heel positief is voor de prestaties van bedrijven. Dat is een zo'n concreet voorbeeld over wat dan de vertaling is van zo'n wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit. We hebben diversiteit in ondernemingen. We hebben samen, de staatssecretaris en ik, een half jaar geleden met 20 koplopers bedrijven die diversiteitsbeleid in hun bedrijf hebben verankerd, juist ook gericht op, zal ik maar zeggen, de consument, omdat Nederland een divers land is. Dat zijn juist goede voorbeelden van bedrijven die daar rekening mee houden en die ook goed presteren. Het derde punt, bijvoorbeeld het onderzoek van de WRR, zijn er dus ook dat er diverse wijken ook leiden tot een unheimisch gevoel, om het eens in het Nederlands slecht te verwoorden. Dat is namelijk ook de conclusie uit het Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid onderzoek. Dat mensen zich niet meer thuis voelen in hun eigen wijk. Dus er zijn op verschillende onderdelen zijn er wetenschappelijke onderzoeken gegaan. Maar in zijn algemeenheid over diversiteit kun je geen algemene uitspraak over doen. En die gelaagdheid en die nuance zou ik ook waarderen van de heer De Graaf in dit soort debatten. Want de diversiteit bestaat niet. Dat is één. Twee, als het gaat over ongewenste buitenlandse inmenging. De heer De Graaf veegt het op één hoop met islamitische landen. Nou, de heer Grapperhaus, de minister van Justitie en Veiligheid, heeft daar een OBI-aanpak, de ongewenste buitenlandse invloed. Dat heeft met uw Kamer gedeeld. En het gaat juist ook over alle landen die, ofwel in diaspora-politiek, dan wel via andere technologische, spionage, dat soort voorbeelden, proberen om invloed te hebben in Nederland. Dat vinden we in alle vormen ongewenst. Ongeacht de oorsprong daarvan. Ik ga nu geen namen noemen, want dan krijg ik weer minister Blok op mijn bordje. Maar dit is een breed, kabinetsbreed traject. Ja. Die geldt voor alle landen. Okay. Korte interruptie. De heer De Graaf. Ja, we hebben natuurlijk veel besproken, voorzitter. En ik probeer het zelf echt samen te vatten, zodat ik in één rijtje dan ook klaar ben met de interrupties op dit gebied. Dus dan hou ik het voor de hele Kamer, denk ik, prettiger en kunnen we snel in de hutspot. Maar over dat begrip diversiteit. De minister zegt in zijn beantwoording, er is geen bewijs voor het een, geen bewijs voor het ander. Het is nou eenmaal een fact of life, dus basta.
Maar zo is het niet. Het is negatief voor buurten. De sociale cohesie valt uit elkaar. En tuurlijk, in raden van bestuur, mensen met allemaal hele interessante, intelligente banen, daar zal het misschien beter gaan. En een beetje sambal in de hutspot is best lekker. Maar een halve pot waardoor het geen hutspot meer is, dat is niet meer lekker. Dan is het geen hutspot meer. En dat is nou precies het probleem wat veel Nederlanders hebben. Heb je één Turks gezin in de straat, dan gaat het goed. Heb je vier Turkse gezinnen in de straat, dan gaat het mis. Heb je er zes, dan krijg je toestanden zoals in Gorinchem. En daar heb ik de minister dan nog niet over gehoord. Want ik zei gisteren al, dat is de koffie van onze diverse samenleving. De onveiligheid neemt toe. In de Kamer praten we hier alleen maar over internetveiligheid. Ook belangrijk, moeten mensen zelf goed regelen. Maar wat heb je aan internetveiligheid als je op straat in elkaar geslagen wordt, ja, dankzij het diversiteitsbeleid van dit kabinet, dat continu gepromoot wordt, ja, wat mensen continu om, okay, de oren krijgen, ja, wat mensen ook beu zijn. Keer, als u nog één keer de hutspot noemt, ga ik schorsen voor dinerpauze. Want iedereen is dat een dreigement of een belofte? Goed, de minister. Wat ik moeilijk vind, voorzitter, is dat weer in een interruptie de heer De Graaf weer alles over één kam scheert, over één op één hoop gooit. En er weer, met alle respect, een soort meer hutspot van maakt. Daar word ik wel eens moedeloos van, zeg ik ook richting de heer De Graaf. Ik probeer ook een brug te slaan. Hè? Ik probeer ook te zeggen, los van alle statements en alle kwalificaties, waar ik dus afstand van neem, als het gaat over echte problemen of echte gevoelens van mensen die zich inderdaad onveilig voelen, dan moeten we daar als kabinet mee aan de slag. En dan moeten we dat serieus nemen. Dat ben ik onmiddellijk eens. Maar het is ook echt een feit dat Nederland een divers land is. Kijk naar de superdiversiteit in al onze grote steden. Mensen uit heel veel landen van de wereld, maar ook de tweede, derde generatie die overal in het parlement, in de departementen, en daar elke keer daar afstand van nemen en mensen over één hoop, over één kam scheren, op één hoop gooien en niet het individu aankijken, maar iemand als onderdeel van een groep wegzetten, daar neem ik gewoon afstand van. En ja, ontneemt ook mijn poging om antwoord te geven, ontneemt dat. Is dat ook weer een goede formulering? Tot slot, op dit punt, de heer De Graaf. Oh, pardon. Ja. Oh, sorry. Ja. Die standaard verdedigingslinie van mensen over één kam scheren, die dekt de lading niet en die werkt ook niet meer. Daar gaat het ook niet om. Waar het om gaat, is dat al die mensen die onveiligheid ervaren als gevolg van massa-immigratie en dus diversiteit. Dat zijn geen SGP-jongeren, heb ik in het WGO gezegd vorige week, die daar zwembadterreur uitoefenen. We weten waar ze vandaan komen, we weten wat de achtergronden zijn. En we weten ook vanuit de gevangenispsychologie, de heer Sennels uit Kopenhagen, dat een link heeft met islamitische opvoeding. En we zien in Gorinchem waar het toe leidt. Daarmee zeg ik niet dat alle Turkse mensen in Gorinchem slecht zijn, maar ik zeg dat de concentratie niet goed is. En dat het te veel is voor de Nederlanders. En dat er dus racistisch geweld plaatsvindt als gevolg van dat diversiteitsbeleid en het stimuleren ervan richting autochtone Nederlanders. Dat is een fact of life. Dat is het fact of life. En als de minister zegt, wij willen daar beleid nemen. Als de minister zegt, dan willen we beleid opvoeren en goed mee omgaan. En dan zeg ik, bescherm onze leidcultuur, ook in het Nederlands gezegd. En ga dan eens een keer met het slachtoffer van de week praten. Maar dan hoor ik de minister niet. Nee, maar als er iets anders aan de hand is, dan staat hij als eerste in de moskee. Voorzitter, weer zoveel beweringen waar ik ga niet helemaal allemaal ontleden en afstand van nemen. Laat ik concreet maken, gisteren heeft de heer De Graaf gevraagd naar Gorinchem, de kwestie daar. Daar is vorige week door de minister van Justitie en Veiligheid een brief naar de Kamer gestuurd over die kwestie. Ik heb de berichtgeving half gevolgd, zeg ik eerlijk. Voor mij is ook de situatie daar een stuk grijzer dan je in eerste instantie kon opmaken uit de berichtgeving. Maar daar gaat het niet om. Het gaat continu om die algemene beweringen over die alles over één kam scheren, waarmee dus de heer De Graaf steeds inderdaad bevolkingsgroepen tegen elkaar afzet, opzet. Dan stel ik voor dat u verder stop. Gaat. Stop ermee. Ik was bezig met een dan liggen we, het laatste punt is, ik heb één amendement die op mijn terrein is ingediend. Het andere amendement is de staatssecretaris, nummer 21, ja, okay, van de leden Peters en Rog. Ja. Om een bijdrage te leveren aan de Week voor Respect. En wat mij betreft is het Oordeelkamer. Oké, dankjewel. Mevrouw van Brenk. Ja, voorzitter.